Oreo-koekjes zijn inmiddels een groot succes geworden en is bijna niet meer weg te denken. Uit onze maatschappij. Ja, het klinkt erg vreemd, maar je vindt het bijna ook overal in terug. In ijs, in chocolade en wat niet meer. Succes denkt men te overtreffen als we de kopieën moeten geloven. En kopieën zijn er een aantal toch wel te vinden in de winkelschappen. Allemaal zo rond de euro, 1,25, 1,50 ongeveer. Als we de originele moeten kopen of zouden willen kopen, dan ben je ietsje meer kwijt. Denken we dan echt iets lekkers te kunnen hebben? Ja, echt zeker weten doe ik dat niet. Ik heb er een paar kopieën gekocht. Onder andere deze Duplex Vanilla Flavored Cream. Koekjes natuurlijk. Crisp met cacao. Ze zijn kleiner, maar de originele Oreo's kun je tegenwoordig ook in kleine verpakking kopen. En zeer kleine koekjes. Natuurlijk als doel voor de kleinste onder ons. Een beetje saaie verpakking, maar wel weer een kopie als je kijkt naar de kleuren. Zelfs deze lichte baan wordt ook gebruikt bij het origineel. Een andere kopie. Mario's Best. Zoals je ziet, ik betaalde daar 1 euro voor. Dat is echt een koopje. Wel weer een veel leukere verpakking. Ik neem aan dat het Mario is. Niet te verwarren met die andere Mario. Het lijken grote koekjes te zijn, maar ik voel dat het ongeveer net zo groot is als deze. Weer een andere, wat luxere verpakking. Waarschijnlijk voor de volwassenen, tussen haakjes bedoeld. Finny biscuits, of Findy biscuits. Black and white. Hele saaie verpakking, maar wel erg duidelijk. Deze lijken wel kleiner, maar ik denk dat die juist liggend in de verpakking zitten. Ik ga ze allemaal in één keer uitproberen. Ik had ook verschillende video's kunnen maken. Maar ik denk, ja, waarom niet, waarom ook niet? Ik maak gewoon een soort van special. Nou ik deze toch in mijn handen heb, ik zal deze gelijk maar openmaken. Ik ben er wel nieuwsgierig naar. Hoe lekker zijn ze nu eigenlijk? Ik neem aan dat de ingrediënten bijna hetzelfde zijn. Ik zeg bijna. Het suikergehalte zou iets anders kunnen verschillen. De ene zal waarschijnlijk echte vanille doen, of juist niet. Cacao-gehalte zal misschien ook lager of hoger kunnen zijn. Maar het algemeen denk bijna wel hetzelfde. Dus weer. Hup. En hup. Nou, zoals ik al zei, ze liggen er inderdaad in, maar wel met padjes. Dit zijn 4 koekjes in 1 aparte verpakking. Nou, die zien er dus zo uit. Doet me denken aan de ouderwetse deksels. In het klein. Ik hoop niet dat ze zo zullen smaken. Goed, dat is 1. De Duplex. Trouwens een onbekend merk voor mij. Een ouderwetse rol. Nou, die ziet er dus iets minder netjes uit, maar wel weer een leuk sterretje erin. Of wat je er ook in ziet. Als je ziet, nou, het zal niet veel schelen. Ze zijn bijna even groot.
Nou, Mario's Best. De grootste verpakking. Voor de laagste prijs. Nou, die ziet er al echt heel anders uit. Niet schrikken. Nou, komt die. Komt die, als ik hem eruit kan halen. Kijk, die ziet er dus zo uit. Bruin dus, niet zwart. Zoals deze. Maar bruin. Het zegt overigens niets, want die hier, net zo goed kan hier een kleurstofje extra in zitten. Nou, we gaan gewoon proeven. Waar begin ik mee? Ik begin met de... Nou, met de Duplo, maar op de Duplex. Eet smakelijk. Oké, dat is één. En dan met de volwassene luxe verpakking. Ik eet hem niet helemaal op. Dat zal te lang duren. Nou, Mario's Best. Ik zou zeggen, doe je best. Mario. Sorry voor de stilte. Ik moest even denken. De smaken in totaal verschillen toch wel heel erg. Van Mario's Best. Ja, als dat het beste is wat Mario kan maken. Of presenteren. Het presenteren echter wel. Want het is toch wel de leukste verpakking. Maar de inhoud daar... Ja... Daar kopen we het in feite voor. Qua smaak, ja. Kan ik niet zo heel veel over vertellen. Omdat er niet zo heel veel smaak aan zit. Duidelijk voor kinderen bedoeld. Ik kan ook niet zeggen dat het zoetegraad of de suikers minder zijn. Nee, zeker niet. Het is net zo zoet als andere. Hier staat... vanillecreme of vanillacreme. Ik haal het er niet uit. Het is een beetje een... ja... een middelmaatje. Het is niet speciaal. Vanille is het ook zeker niet. Wil je trakteren voor een hele klas? Dan, ja, dan kom je hier echter goed mee weg. Al zouden ze toch op hun achterhoofd kunnen krabbelen van... hé, wat zijn dit voor koekjes? Het zijn geen Oreo's. Duidelijk geen Oreo's. Ze hebben er ook niet naast gelegen. En dat klopt. De tweede... die ik nu getest heb dan... dat zijn de volwassenen koekjes... wat een uitschieter van deze is, niet de verpakking, echter niet, maar wel de koekjes zelf. Die smaken nogal behoorlijk naar cacao. Het laagje is, ja, dat, ik kan zeggen, ja, het mag verbetering hebben. Dat zeker wel. Maar wel een lekker koekje. De Duplex, nou, u zag het waarschijnlijk al. Dit koekje kostte
misschien rond de euro. Ik weet het niet zeker meer, het is alweer een tijdje terug. Dit is toch wel het lekkerste koekje van de drie. Waarom? De vanille proef je ook echt als vanillesmaak. Dat één ding. Het koek is ongeveer hetzelfde als de Oreo. Ongeveer. Wat mij betreft zou je bijna deze twee kunnen combineren. En dan heb je bijna de perfecte Oreo koek. Maar ja, daar kun je net zo goed Oreo zelf gaan kopen. Toch vind ik dat van deze drie deze de allerlekkerste is. Dit was Klaaiert Angelus met een koektest. De zogenaamde Oreo kopieën. Ik dank u wel voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dag.